Dieren zijn vaak heel leuk, maar niet altijd. Soms kunnen ongenodigde dieren voor problemen en overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan muizen of insecten. Maar wanneer spreek je nou van een plaag? En wat kun je hier tegen doen? Wilco van der Horst van Aspect Plaagdierbeheersing kan ons hier meer over vertellen. Plaagdieren zijn dieren die overlast veroorzaken bij de mens. Dan praten we bijvoorbeeld over muizen of ratten, bedwansen in hotels. Maar ook een vlieg of iets dergelijks. Zilvervisjes, papiervisjes, al dat soort dingen komen we tegen in de praktijk. Wanneer is het een plaag? In de regel een muis op een boerderij. Ja, dan vraagt de boer waar is de rest gebleven. Terwijl één vlieg in de operatiekamer bepaalt dat de operatie stilgaat. Want dat is een risico. Een plaag van dieren ontstaat doordat dieren die overlast veroorzaken kunnen groeien als populatie. In bijvoorbeeld, denk aan leegstaande gebouwen, denk aan bedrijven waar het heel slordig is, waar gewoon heel veel voedsel voorradig is. Zo'n populatie heeft alle mogelijkheden om te groeien tot een grote populatie die overlast kan veroorzaken. Als gecertificeerd plaagdierbeheersingsbedrijf kom je op locatie. En achterhaal je eerst met welk plaagdier hebben we te maken. Dat doe je door middel van inspectie en controles. Aan de hand van de inspectie maken we een plan van aanpak. Hoe komen we van het dier af en hoe voeren we dat uit? En de laatste stap is uiteindelijk, hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen? Als plaagdierbeheersingsbedrijf is onze core business eigenlijk niet om plaagdieren te bestrijden, maar juist te voorkomen dat ze aanwezig zijn op het bedrijf. Dit doen we door middel van wering en preventie. Door inspectiemaatregelen en door risicoanalyses op de bedrijfslocatie. Een duurzaam aspect als het gaat om bestrijding is dat we starten met een niet-chemische bestrijding. Alvorens we als laatste maatregel naar chemische bestrijding grijpen. En ligt de nadruk op wering en preventie om het plaagdier buiten de deur te houden. Als het gaat om een duurzame klantrelatie, dan praten we over een vaste bestrijdingstechnicus op locatie die in samenwerking met de klant alles doet om het plaagdier buiten de deur te houden door middel van plan van aanpak en risicoanalyses. Wacht dus niet tot het te laat is. Voorkom een plaag van dieren bij jou op het bedrijf door al van tevoren een plaagdierbeheersingsbedrijf in te schakelen.